Wij moeten het hebben over de Universiteit Tilburg. En verbonden aan de Universiteit Tilburg is Transo. Dat is dan weer een wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn. En zij doen onderzoek naar social, laten we zeggen, zorg- en welzijnsonderzoeken in Nederland. En Annemarie Wegelaar is verbonden aan die Universiteit van Tilburg. En zij is actieonderzoeker geweest voor Tijd voor Verbinding de afgelopen jaren. En we hebben haar gevraagd om nou in een laatste keynote hier eigenlijk die resultaten daarvan te delen en eens in te gaan op, ja, wat heeft dat nou opgeleverd? Wat zijn nou eigenlijk de belangrijke lessen van Tijd voor Verbinding? Daar zijn we ongelooflijk blij mee dat zij deze keynote tussen 4 en 4:15 wil geven. Wij gaan haar daartoe aanmoedigen met een enorm applaus. Annemarie, kom erbij. Ja. Oh, kijk eens. Kijk eens. Je wordt verwend. Ik geef jou de vloer. Tot straks. Voor de vragen. Goeie vraag, Hemus. Goeie vraag. Dank je wel voor de mooie introductie. We gaan het inderdaad hebben over de geleerde lessen van Tijd voor Verbinding. En dat begint natuurlijk bij dat er 1080 mensen jaarlijks nog steeds sterven in ziekenhuizen ten gevolge van potentieel verwijtbare sterfte. En dat is veel te veel. En dat blijkt uit onderzoek van het NIVO en het Amsterdam UMC. En als oud-verpleegkundige en eigenlijk al jaren betrokken bij kwaliteitsverbeterwerk, maakt mij dit eigenlijk intens verdrietig en ook wel een beetje moedeloos. Omdat ik dan denk, we hebben al zoveel programma's gehad. We hebben zo hard lokaal gewerkt om het beter te maken. En nog steeds hebben we eigenlijk veel te veel mensen die we schade onbedoeld vaak toebrengen. En de vraag is dus, hoe kan dat? En ook, wat moeten we er dan aan doen? En ik vind het dan ook fantastisch dat jullie hier nog allemaal zijn om de lessen van Tijd voor Verbinding, die daar een aantal handvatten voor geven, nog tot je te nemen en hopelijk ook mee naar huis te nemen. Maar het vertelt het al, ik ben Annemarie Wegelaar. Ik ben niet alleen oud-verpleegkundige, maar ik ben ook oud-beleidsmedewerker kwaliteit en oud-manager kwaliteit en veiligheid. En ik ben niet alleen maar oud, ik ben ook een jonge hoogleraar innovatie en transformatie in de zorg en leerstoel mede mogelijk gemaakt door samenvattende topklinische ziekenhuizen, de STZ. En vanuit die leerstoel heb ik de afgelopen 2,5 jaar onderzoek mogen doen, actieonderzoek naar Tijd voor Verbinding. En het was een enorm genot om met de mensen van Tijd voor Verbinding, die achter Tijd voor Verbinding staan, samen te werken aan hoe kunnen we het nou beter doen in Nederland en met elkaar aan die patiëntveiligheid werken. Ik had het genoegen om eigenlijk bij alle interne overleggen op alle niveaus, dus van overleg tussen netwerkbouwers tot het bestuurlijk overleg, te mogen participeren. Naar bijna alle landelijke bijeenkomsten ben ik geweest. En ik heb in totaal ongeveer 30 gigabyte aan data verzameld. En die heb ik op een safety 2 manier geprobeerd ook te analyseren door te leren van wat werkt hier nou wel en waarom. En wat werkt hier nou niet en waarom dat. En veel van die lessen die ik geleerd heb, heb ik al tijdens het programma natuurlijk gedeeld. Dat is een beetje jammer als je achteraf gaat roeptoeteren dat iets niet helemaal lekker liep. Dat heb ik vooral tijdens het programma gedaan. En de mensen die naar landelijke bijeenkomsten zijn gekomen, die hebben mij dan ook heel vaak aan het einde van zo'n bijeenkomst op het podium zien staan om de belangrijke geleerde lessen samen te vatten en aan jullie mee te geven. Maar vandaag ga ik er nog een paar nieuwe geven. En dat zijn geleerde lessen van zorgprofessionals. Voor zorgprofessionals, managers, bestuurders, beleidsmakers en politici. Wij hopen met deze lessen niet alleen de zorg veiliger te maken, maar ook dat ze bijdragen aan een positieve werkomgeving voor iedereen die in de zorg werkt. Mijn onderzoek richtte zich dan vooral ook op de vraag, wat zijn nou eigenlijk die werkzame bestanddelen en de werkzame mechanismen vooral van Tijd voor Verbinding geweest? En ik kijk hierbij niet alleen naar de doelen van het programma, maar vooral ook naar de aanpak en de manier waarop we dat gedaan hebben, omdat ik denk dat dat ook heel veel inzicht geeft voor toekomstige programma's. En die lessen voor mij zijn eigenlijk verbonden aan 4 thema's die de basis vormden voor het programma Tijd voor Verbinding. De eerste is het leren van positief afwijkende praktijken. De tweede is vakmanschap en vertrouwen. Het derde is virale verandering in netwerken.
En het vierde thema is sturing. En ik wil graag beginnen met die sturing. En om te begrijpen hoe we in Tijd voor Verbinding hebben geprobeerd op een andere manier te sturen op patiëntveiligheid, moeten we eigenlijk even een stap terug in de tijd doen. En moeten we eigenlijk kijken hoe we dat tot op heden deden. En vooral in allerlei andere programma's en manieren waarop we dat deden in de zorg. Dus vooral in het veiligheidsmanagementprogramma de afgelopen jaren hebben we vooral geleerd om te verbeteren op de dingen die niet goed gingen. Klachten, bijna risico's, fouten. Al die dingen die fout gaan. En we creëren met elkaar systemen zoals veilig incident melden. De grondlegger daarvan is vandaag ook nog aanwezig. En het waren allemaal dingen om te leren van die fouten en van die bijna fouten. Tweede wat we leerden is dat we die fouten goed gingen analyseren. En dan gebruikten Fischer-diagrammen van sieren, prisma, allerlei dat soort dingen. Daarnaast gingen we op zoek naar die grondoorzaken onder die fouten. Om te kunnen bedenken wat er dan de maatregelen zijn om te voorkomen dat die fouten nog een keer zich optreden. En op basis van soms evidente fouten gingen we landelijke aanpakken bedenken. Dat zat bijvoorbeeld in het VMS-thema, waarin het VMS-veiligheidsprogramma, waarin we werkten aan een aantal thema's om lokaal te verbeteren. En veelal zaten aan die thema's verbonden dan eigenlijk indicatoren. En bij die indicatoren hoorden dan weer normen. En zorgorganisaties en professionals moesten verantwoording afleggen over de mate waarin we aan die normen en indicatoren voldeden. En we hadden ook allerlei risicomanagement systemen. En die risicomanagement systemen en vooral ook achteruitkijkende risicomanagement tekenen, maar ook vooruit prospectieve risicoanalyses zoals FMEA. Die hielpen ons om die risico's te identificeren en ook mitigerende maatregelen te nemen om die risico's te verminderen. Gevolg was dat audit- en certificatieschema's ook daarop werden aangepast, dat de IGJ een rol ging vervullen om daar ook op te controleren en te handhaven. En we gingen dus niet alleen maar kijken naar kwaliteit, maar langzamerhand gingen we ook steeds meer kijken naar hoe we op veiligheid konden sturen en vooral ook hoe we dat konden beheersen. En hoewel deze aanpak, wat we ook wel eens in de wandelgangen nu Safety 1 noemen, ontzettend logisch is en heel veel logische stappen bevat, heeft het ook een aantal fundamentele problemen met zich meegebracht die het volgens mij nu moeilijk maken voor ons om de volgende stap te maken in patiëntveiligheid. En die wil ik eens even met u uitpakken. De eerste is dat we een enorme focus hebben gekregen op de waarheid van cijfers en rapportages. Dus cijfers lijken te zeggen waar het echt over gaat. Dus zorgprofessionals moesten incidenten registreren, moesten indicatoren bijhouden, moesten verantwoording afleggen, moesten zelf evaluatierapporten schrijven, na een half jaar weer een rapport naar de inspectie. Waarbij de gedachte soms wel was dat je dus binnen een half jaar allerlei dingen die fundamenteel moeilijk zijn, zomaar kunt veranderen. En dit leidde in ieder geval de meeste ziekenhuizen tot een enorme toename van bureaucratie. En frustratie onder heel veel professionals, omdat heel vaak achter die cijfers de context en de betekenis verloren gaat. We kennen misschien allemaal nog wel het voorbeeld van het Erasmus MC, die weigerde zijn sterftecijfers openbaar te maken, omdat ze zeiden dat het appels met peren vergeleek. En toch uiteindelijk onder druk van toch de buitenwereld dat toch maar weer openbaar ging maken. Terwijl we het echte gesprek over de betekenis van die cijfers langzamerhand niet meer voerden. En om die bureaucratie te verminderen, heb ik ook gezien dat er steeds meer beleidsmedewerkers kwaliteit werden aangesteld. Ooit in 1994 was ik één beleidsmedewerker kwaliteit in het Martini ziekenhuis. Inmiddels zit daar een afdeling van 35 mensen. En je kunt je echt wel afvragen, heeft dat nou echt bijgedragen aan kwaliteit van zorg? Want de focus op kwaliteit en veiligheid verdween langzamerhand uit het professionele domein. De interactie tussen de professional en de patiënt en ging steeds meer naar het beleidsdomein. Waarbij we ook zagen dat er vaak daardoor een verschil ging ontstaan tussen doel en middelen. Dus het middel om het veiliger te maken werd een doel aan zich. Nou, je kennen allemaal vast wel het voorbeeld. Het indicator om pijn te meten, dat we een indicator kregen, heb je wel 3 keer per dag gevraagd of iemand pijn heeft. Dat is een procesindicator die geen bal zegt. Want je kunt wel aan iemand wat vragen, maar of je er dan wat mee doet is een andere. En we zagen dat er ook door al dat analyseren van die incidentenmeldingen, soms onbedoeld en onbewust een cultuur toch van blaming en shaming ontstond. We gingen op zoek naar de grondoorzaak en dat waren toch soms mensen.
Maar die mensen die in de blaming en shaming eigenlijk vastzaten, ja, die werden eigenlijk ontzettend beschadigd. En we hebben echt, ik ben heel veel in mijn carrière mensen tegengekomen die beschadigd zijn door deze manier van werken aan kwaliteit of gefrustreerd het vak zijn verlaten. En dat is eigenlijk hartstikke jammer. En we noemen dat in de wetenschap dat je second victim wordt. Dus je wordt nog een keer eigenlijk, ben je problematisch, hè? Heb je een probleem, omdat we het op deze manier doen. Tweede vraagstuk wat ermee samenhangt, is dat we heel lang het geloof hebben gehad, en ik zelf ook, hè, dus laten we niet, dat standaardisering de oplossing was voor het ontbreken van die patiëntveiligheid. Dus we moesten processen standaardiseren, zorgpaden maken. En we moesten ook vooral wat veranderkundigen noemen forced functions inbouwen. En forced functions zijn in veranderkundige termen dingen die je inbouwt, waardoor mensen zich niet meer onveilig kunnen gedragen. Nou, het bekende voorbeeld daarvan is natuurlijk het hekje over de weg, waardoor we achter niet zomaar de straat oversteken, maar waar iedereen langs loopt, olifantenpaadjes maken. En deze benadering gaat er eigenlijk vanuit, van de basisgedachte, dat mensen, en vooral zorgprofessionals, de bron zijn van die onveiligheid. En dat we met standaardisering van die processen eigenlijk die onveiligheid zouden kunnen verminderen. En we creëren daardoor allerlei structuren, waardoor dat onmogelijk zou zijn. Maar die structuren die geven natuurlijk heel vaak voor professionals eigenlijk allemaal onzinnige beperkingen. En we hebben geprobeerd daar op een andere manier naar te kijken. De aanname is dat de medisch specialistische zorg maakbaar, beheersbaar en voorspelbaar is. Dat daarin processen elke dag opnieuw op dezelfde manier georganiseerd kunnen worden. En we variatie uit de werkwijze kunnen halen door strakke afspraken. En in de praktijk is dat niet effectief, want zorg is mensenwerk. Dus zorgprocessen zijn vaak complex. Multimorbide patiënten vragen allerlei dingen. Shared decision making maakt ook nog dat mensen zelf wat willen hebben om kwaliteit te leveren. Dus die unieke context waarin een patiënt zich bevindt met alle wensen die hij heeft, die vraagt ook dat we samen nadenken over hoe gaan we nou om met die complexiteit. En die oude manier, die 71 manier, die heeft ons heel ver gebracht. Maar het heeft er ook toe geleid dat zorgprofessionals vaak vastlopen in een woud aan regels, protocollen, afspraken die hen soms belemmeren om het goede op de goede manier te doen, waar kwaliteit eigenlijk echt over gaat, en het weer terug te brengen naar waar het echt om gaat. En die zorgprofessionals die raken eigenlijk daardoor gefrustreerd. Een onzichtbare macht van bureaucratische regels, systemen die niet doen wat je willen, die hun verletten om mensgerichte zorg te verlenen. En Wouter het Hart en Marius Buiting noemen dat zo mooi in hun boek. We raken weg van de bedoeling en we werken inmiddels in verdraaide organisaties. Nu zul je wel denken, ja, Annemarie, die manier van kijken, daar hebben we toch ongelooflijk veel mee bereikt. En ja, dat klopt. Want het aantal patiënten met schade en met sterfte is echt aanzienlijk gedaald. Dus we hebben daar heel veel mee bereikt. En de meeste voorkomende risicovolle dingen hebben we echt ook wel onder de knie gekregen, hè? Met die standaardisering van werkwijzes. Denk bijvoorbeeld aan de hele topprocedure die voorkomt dat we het verkeerde oog of het verkeerde been opereren. Maar we hebben wel ook een andere manier nodig om nog verder te komen. En in plaats van alleen maar te kijken naar de afwezigheid van veiligheid, door ons te focussen op die fouten, dat is 71 denken, kunnen we ook kijken naar alle situaties waarin de zorg wel goed en veilig verloopt. En zelfs wanneer de gestandardiseerde processen die we bedacht hebben eigenlijk niet zo uitpakken als dat we gewild hebben. Hè, dus, en dat noemen we dan safety 2, ofwel veerkrachtig werken. En in safety 2 zien we juist dat de mens het verschil maakt en de oplossing is voor al die veiligheids- en onveiligheidsrealiteiten waarmee we te maken hebben. En de dagelijkse praktijk van zorgprofessionals te onderzoeken om daarvan te leren en te kijken hoe zij laveren door al die verstoringen en dingen die er gebeuren. En daar ging natuurlijk eigenlijk de kern van Tijd voor Verbinding over. Dus na het uitkomen van dat niveau AMC-onderzoek moest er wat anders. Hè? En we wilden niet nog meer indicatoren, niet nog meer regels, niet nog meer procedures, niet nog meer opgelegde verbeteraanpakken. Maar we wilden wat anders. En de drie koepelorganisaties, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Vereniging van Universitaire Medische Centra,
zelfstandige behandelkliniek in Nederland. De twee grote beroepsverenigingen, verpleegkundige verzorgende Nederland en Federatie Medisch Specialisten. En niet te vergeten, uniek, de Patiëntenfederatie, hebben de handen ineengeslagen om een ander programma te maken. Waarin we een betekenisvolle daling wilden bereiken van de vermijdbare sterfte en ook de vermijdbare schade die we aan patiënten toebrengen. En de focus lag daarbij vooral op het bottom-up, het met elkaar doen. En zoeken hoe we dat doen op eigenlijk drie thema's die uit het Amsterdam-onderzoek naar voren kwam. Kwetsbare ouderen, patiënten die ontstolling nodig hebben en patiënten waar heel veel zorgverleners bij betrokken zijn. En als het dan eens misgaat waarbij, of het juist goed gaat waarbij het nodig is dat we met elkaar reflecteren en leren, het multidisciplinair gesprek. En we hebben heel hard gewerkt in Safety 2 manier om daar verbetering in te brengen. Daarnaast waren er 20 onderzoeken in het Zondam-W-programma Tijd voor Verbinding, waarin zij ook onderzoekers op allerlei plekken in Nederland aan de slag gingen met dat Safety 2-gedachtegoed, om met elkaar te leren over hoe maken we nou de zorg veiliger en beter. In 2020 startte het programma Tijd voor Verbinding. Dit was midden in de coronapandemie. De zorgprofessionals ervaarden toen en nu nog steeds een keihoge werkdruk. Hierdoor is er weinig ruimte voor nieuwe initiatieven. Starten in coronapandemie met alles op afstand is niet eenvoudig. Daarnaast was eigenlijk de hele introductie van het programma lastig, omdat eigenlijk het Safety 2-gedachtegoed toen we begonnen nog nauwelijks bekend was. Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Er waren een handjevol publicaties beschikbaar. Het werd al wel in andere sectoren wat gedaan. Maar we stonden aan het begin om uit te vinden waar gaat het hier nou eigenlijk over. En als je dan een programma wil runnen wat uitgaat van een bottom-up beweging, waarbij we vertrouwen geven aan de professionals, waarin we met elkaar gaan leren hoe je op een safety 2 manier de zorg veiliger kunt maken, je kunt je niet spiegelen aan andere mensen, dan is het best moeilijk. En zeker in de beginjaren, toen we ook nog heel veel landelijke programma's hadden die vasthielden aan die oude manier van werken met indicatoren, verantwoording, normen. En er stond allerlei verwarring. Dus bestuurders en managers kwaliteit vroegen de mensen van Tijd voor Verbinding, ja, wat moet er nou klaar, welke indicatoren, kun je me even zeggen wat we op moeten leveren. En zo'n vage doelstelling als een significante stap vooruit of een aanmerkelijke stap vooruit, ja, dat gaf dus totaal geen houvast. En er waren ook in het begin dus heel veel organisaties die gewoon niet meededen. Die dachten, nou, 101 prioriteiten nu naast COVID, maar deze even niet. En ik moet heel eerlijk zeggen, in die tijd was ik manager bedrijfsvoering in een ziekenhuis. En ik werd helemaal gek van die mensen Tijd voor Verbinding die me dan weer belden en weer een vraag stellen. En waar bent u trots op? En ik dacht, wat een onzin dit allemaal. En dus ik snapte het zelf ook niet helemaal waar dit nou vandaan komt. Dus dat was de context waarin we zaten. En dan zei ik tegen mijn secretaresse, oh nee, dat mensen van Tijd voor Verbinding weer inplannen in de agenda, want die heeft zoveel vragen. Dus je ziet dat het heeft best wel tijd gekost aan ons allemaal om te begrijpen waar gaat Safety 2 nou over? Waar gaat de manier waarop we dat in Tijd voor Verbinding doen over? En hoe krijgen we dat nou eigenlijk met elkaar verder? En wat betekent dat dan? En dan komt de interessante vraag, hoe geef je nou een programma vorm dat als alles anders loopt wat we eigenlijk van tevoren bedacht hadden? Toen het programma bedacht werd, hebben we niet bedacht dat er COVID was. We hebben niet bedacht dat de netwerkbouwers niet de ziekenhuizen ingingen. We hadden niet bedacht precies wat Safety 2 was. Dat wist niemand in de wereld, dus wij ook niet. En hoe geef je dan vorm aan het op poten zetten van zo'n programma? En eigenlijk geeft Safety 2 ons daar ook het antwoord uit. Hè? Wat kunnen we dan voor lessen leren en welke lessen kunnen we eruit trekken, ook voor toekomstige programma's? En een belangrijke les daarvan is dat Tijd voor Verbinding is wat wij als wetenschappers noemen een paradigma shift. Een totaal nieuwe manier van kijken naar de werkelijkheid. En het is alsof je de wereld op zijn kop ziet. En zo'n paradigma shift brengt natuurlijk voor besturing allerlei uitdagingen met zich mee. De allereerste is misschien wel, het is nog nooit gedaan. We kunnen geen wetenschappelijk bewijs overleggen dat dit behulpzaam is. Dus hoe overtuig je nou mensen om mee te doen? Een ingewikkelde vraag.
We wisten eigenlijk niet hoe je nou goed kunt zien of we een leuke stap op die aanmerkelijke stap aan het maken waren. Als je een kortdurende disruptieve verandering doet, dan ga je van T0 naar T1. Dat kun je heel makkelijk meten, inzichtelijk maken. Kun je niet alleen tellen, maar kun je ook soms vertellen. Maar we waren hier bezig met een programma wat bezig was met een denkverandering. Een andere manier van kijken naar die werkelijkheid. En hoe doe je dat dan als je eigenlijk die denkverandering niet goed in zicht kunt krijgen? Daarnaast bleek eigenlijk dat op heel veel plekken het binnenkomen in de ziekenhuizen, met mensen het gesprek aangaan, uitleggen wat we aan het doen waren, best wel ingewikkeld was. Dus netwerkbouwers hadden in sommige plekken echt moeite om uit te leggen, wat zijn we nou aan het doen? En waarom stellen we nou al die vragen? En waarom moeten we eerst zoveel ophalen voordat we weer wat kunnen delen? Dus dat vraagt om hele andere dingen. Bovendien was dit een bottom-up programma. Dus de bedoeling was dat professionals aan zet waren. En die doen allemaal kleine dingen. En die dingen zijn ook niet altijd zichtbaar. En lang niet altijd zichtbaar voor bestuurders of voor managers. En die kleine dingen bij elkaar opgeteld zijn soms ook nog weer iets anders als wat je verwacht had. Dus we zijn met elkaar enorm hard gaan zaaien in de hoop dat we wat gingen oogsten met elkaar. En zo'n paradigma shift betekent dus je zaait iets, maar je weet niet precies wat. En je weet ook niet wanneer en met wie we gaan oogsten. En dat zaaien, dat hebben vooral onze netwerkbouwers gedaan. Dus de netwerkbouwers van Tijd voor Verbinding, die bleven maar uitleggen, wat is dat nou 72? Wat kun je nou doen als je wil leren van de dagelijkse praktijk? Ze zetten TVV-cafés op om met name ook allerlei managers kwaliteit en beleidsmedewerkers kwaliteit dat te vertellen. Wat het niet is, wat het niet is. En zelfs nog in de laatste maanden van het programma is er een heel scholingsprogramma opgezet voor ziekenhuizen, waarbij je van de bestuurder tot aan de professional uitgelegd krijgt, wat is nou 72 en hoe moet je eraan werken? En dat is nog steeds nodig. En heel vaak wordt eigenlijk in het begin, zijn we ook misschien wel als Tijd voor Verbinding een beetje te veel gaan leunen op dat we moesten leren van wat goed gaat. Nou, als je wil leren van wat goed gaat, is heel waardevol, maar dat is eigenlijk appreciative inquiry. En wat wij geprobeerd hebben te doen in Tijd voor Verbinding is ook langzamerhand die shift te maken om goed te begrijpen dat we moeten leren van de dagelijkse praktijk. Waarbij we ook kunnen leren van alle verstoringen die er zijn en de manier waarop zorgprofessionals, managers, mensen in organisaties daar veerkrachtig mee omgaan. En we hebben daarna geoogst. En ik wil graag twee belangrijke lessen delen met u over dat oogsten. Allereerst, was ontzettend belangrijk dat we niet van tevoren allerlei smart doelen hadden. Dat zat niet in het programma, hebben we er ook niet aan toegevoegd. Dus de verleiding is heel groot, die oude manier van denken, indicatoren, smart doelen, afrekenen, goed kijken wie het is. Maar we hebben dat niet gedaan. En dat was ontzettend belangrijk. Het heeft zeker wel geholpen dat de doelen van Tijd voor Verbinding op een gegeven moment in kaderbrieven van ziekenhuizen kwamen. Want dat gaf een soort boost om toch echt met het gedachtegoed aan de slag te gaan. Het gaf een versnelling in de meeste instellingen. Maar wat we eigenlijk merkten was dat het heel belangrijk was dat we met elkaar steeds weer het gesprek voerden, de reflectie voeren over wat is de impact die we wilden maken en hoe goed zijn we bezig met die impact. En dat was niet makkelijk. Het was ook niet makkelijk in het bestuursorgaan voor Tijd voor Verbinding. Het is ook een van de eerste programma's in Nederland geweest die niet gerund werd door een ingestelde programmaorganisatie, maar gedragen werd door die koepelorganisaties, de patiëntenfederatie en de twee beroepsorganisaties. En ook in dat bestuursorgaan hebben we enorm met elkaar moeten puzzelen op hoe doe je dat dan als je geen doelen hebt waar je iedereen aan kan houden, als ze soms niet eens weten wat er gebeurt, als er allerlei dingen gezaaid worden, maar we weten eigenlijk helemaal niet op wat we gaan oogsten. En daar kwamen natuurlijk ook al die oude vragen terug als welke meters kunnen we hebben om te kijken of iedereen eraan voldoet. Hoe kunnen we commitment afdwingen? Wat hebben we nodig om mensen te overtuigen dat dit helpt? En welke dingen kunnen we stollen en kunnen we uitrollen? Allemaal dingen die we eigenlijk van zelf eigenlijk leerden in 72 dat het eigenlijk zo eigenlijk niet werkt. De tweede les daarin was eigenlijk het belang van dat multidisciplinaire gesprek. Van het voeren, permanent met elkaar voeren van die dialoog over het nut en de noodzaak. In plaats van elkaar te overtuigen.
We hebben in de actieonderzoek, mini-actieonderzoekje in een van de masterclasses dat al gedaan, maar dat hebben we heel veel gedaan in Tijd voor Verbinding. Stilstaan, reflecteren, scherp maken, wat zijn nou onze veronderstellingen? Waarom doen we het zoals we het doen? En klopt het ook, doen de mensen dan ook wat we denken dat we doen of wat ze niet doen? En als we vast dachten te zitten te kijken, kunnen we wat morrelen aan onze eigen veronderstellingen en zien we dan weer nieuwe ruimte en nieuwe kansen om aan dingen te werken. En dat leidde regelmatig ook tot met elkaar puzzelen en uitzoeken en reflecteren tot behoorlijke koerswijziging in programma. Hè. Dus we hebben ook met elkaar op een gegeven moment een keer een doel-inspanningen-netwerk gemaakt om echt weer even koers te zetten. Wat gaan we nou nog doen in de laatste anderhalf jaar die we in hebben? En we zagen eigenlijk dat in zorgorganisaties waar datzelfde gebeurde, eigenlijk de hele mooie dingen gebeurden. Dus waar mensen met elkaar vooral het gesprek gingen voeren over impact die we willen maken, belang van veiligheid en wat dat dan doet, dat we allerlei ruimte zagen ontstaan voor regels die mensen soms als knellend ervaren. Dus van mag ik afwijken, ging de discussie naar kan ik afwijken? Van wie moet ik aanspreken naar met wie moeten we gaan spreken? Naar van wat is hier nu echt belangrijk? Naar dat is voor mij echt belangrijk. Allemaal dingen die we eigenlijk hebben gezien. En we zagen fantastisch mooi dat eigenlijk in de laatste 2 jaar dat denken wat in Tijd voor Verbinding en in de sector langzaam ging ontstaan, ook omarmd werd door de IGJ. Die met hun nieuwe manier van monitoring, met hun manier van werken aan verbeterdoelen, stappen maakte om van monitoren af te gaan naar veel meer de dialoog aangaan en met elkaar ruimte nemen om te reflecteren. En dat brengt me eigenlijk bij het tweede thema dat ik wilde bespreken. En dat is leren van positief afwijkende praktijken. En positief afwijkende praktijken, in de wetenschap noemen we dat positive deviance. Dat zijn voorbeelden die andere mensen, die mensen doen, die afwijkend zijn van wat we normaal doen. En die helpen om te inspireren en te verbeteren. En dat is ontzettend belangrijke, waardevolle les geweest in Tijd voor Verbinding, waarvan ik ook echt met heel veel plezier kan zeggen dat we eigenlijk in alle grote landelijke programma's die er op dit moment lopen, ook terugkomt. Overal zijn we bezig op te halen waar de goede praktijken zijn en van elkaar te leren. En wat we wel leerden is dat in de wetenschap hebben wij het over positief afwijkende praktijken. En dat is best wel een ingewikkelde term, hebben we gemerkt in Tijd voor Verbinding. Het is een onhandige term en die moeten we eigenlijk in Nederland niet omarmen. Wat wij zouden willen voorstellen is dat we het gaan leren van inspirerende praktijken. Dat is wat anders dan de goede voorbeelden. Omdat dat label goed, hebben we gemerkt, impliceert dat er iets of iemand is die kan beoordelen aan de hand van een meetlat of dit voorbeeld goed is en dat voorbeeld niet. En dat deden de experts. Ieder thema van Tijd voor Verbinding had een hele groep experts om zich heen. Maar we merkten eigenlijk dat dat helemaal niet paste. Juist omdat dat vooraf vastgestelde kader eigenlijk je verlet om de echte innovatie te vinden. En dat is soms net buiten het kader. En het tweede eigenlijk is dat als je iets beoordeelt als goed, normatief, dat het ook wat doet met de relatie tussen netwerkbouwer en de organisatie. Want als jij trots bent op iets wat jullie bereiken en de netwerkbouwer zegt, nou, het is niet goed genoeg voor onze website, dat is niet helemaal lekker. En het was superbelangrijk dat die netwerkbouwer vooral in contact bleef met die organisaties en heel dicht met hun te verkennen wat er allemaal gebeurde en ook te leren wat er gebeurde. En we hebben meer dan 125 positief afwijkende voorbeelden gevormd op die 3 thema's. En in het tweede deel van het programma hebben we eigenlijk gewerkt aan het vinden van goede voorbeelden over de goede voorbeelden. Wij hielpen zorgprofessionals om hun alledaagse praktijk als bijzonder te zien. Inspirerende praktijkvoorbeelden bespraken we samen met de experts van de 3 veiligheidsthema's. Samen bepaalden we van welke voorbeelden we konden leren. Het perspectief van hoe kunnen we van anderen leren, dat is eigenlijk totaal afwijkend van wat er in de wetenschap staat, maar heeft heel veel ruimte gegeven om dus te zien wat eigenlijk hier innovatief is en waar we met z'n allen voordeel van kunnen doen. En die eenvoudige, leerrijke benadering, die zou ik eigenlijk al die nieuwe programma's ook aanbevelen. En Gijs en Ilonne en ik zijn bezig om ook een wetenschappelijke publicatie te maken, om dat echt nog beter uit te leggen, omdat er dan ruimte komt voor inspiratie en ook voor innovatie met elkaar. En dat hebben we ook dus in
in met name de laatste anderhalf jaar gedaan. Toen zijn we gaan kijken welke inspirerende voorbeelden worden nou door andere organisaties overgenomen en wat kunnen we daar nog weer van leren. We hebben ook geleerd dat die inspirerende voorbeelden, die in de beginjaren werden die allemaal uitgewerkt en braaf op de website gezet. Of braaf, die werden op de website netjes gezet. En we hebben enorm geëxperimenteerd met hoeveel informatie moet je dan geven op die website om anderen te vertellen wat je in jouw organisatie kan doen. En we leerden daar eigenlijk ook een paar dingen van. Eén is, het is niet voldoende die website. Het is niet voldoende. Je moet daarnaast ook zorgen dat mensen verbinding maken, dat mensen alle vragen erachter. En we waren heel erg gefocust op vooral het beschrijven van dat inspirerende voorbeeld. Het Jam-team. De anti-stollingscase-club. Maar we leerden eigenlijk dat het niet alleen interessant is om te weten wat, maar ook waarom ze dat hebben gedaan. En ook waarom ze eigenlijk, hoe ver ze daar gekomen waren. Dus niet alleen over wat hebben we nou bereikt, maar ook hoe ben je daar gekomen en waarom heb je dit gedaan. En we hebben dus eigenlijk gemerkt dat er heel veel meer nodig is. En Tijd voor Verbinding heeft dat ook geboden. Webinars werden georganiseerd, landelijke bijeenkomsten, uitgebreide post op sociale media. Allerlei verbindingen werden er gelegd. En dat helpt om die voorbeelden verder te brengen en te verspreiden. En dat proces ernaartoe, hoe wordt het dan bereikt? Dat was ontzettend belangrijk om dat meer uit te venten. En dat hebben we ook gedaan door allerlei extra acties te doen. Dus wat bijvoorbeeld de netwerkbouwers gingen doen, is veel meer mensen aan elkaar verbinden. Zodat ze elkaar vragen kan stellen, samen kan puzzelen op wat er nodig is en andere organisaties. En we leerden daarvan ook dat eigenlijk het heel leuk is voor die mensen die het inspirerende voorbeeld waren om te zien wat anderen met hun inspirerende voorbeeld gingen doen. Omdat ze daar eigenlijk zelf ook weer nieuwe ideeën van krijgen. En wat we ook hebben gedaan, was ook een heel belangrijke les, is we zijn toch uiteindelijk begonnen met syntheses te maken van de werkzame mechanismen en elementen uit die verschillende voorbeelden. En een goed voorbeeld daarvan. Bijvoorbeeld het inspiratie-instrument kwetsbare ouderen. Een gespreksinstrument waarmee je samen kunt reflecteren waarmee je aan de slag kunt. We hebben uit alle goede voorbeelden over kwetsbare ouderen de werkzame elementen gehaald, die samengevoegd tot een instrument. En dat is een instrument wat je nu kunt gebruiken om samen te kijken waar willen we nou aan werken de komende tijd als we de zorg voor kwetsbare ouderen beter kunnen maken. Dat hebben we ook gedaan voor het MDG. Dat hebben we gedaan voor antistolling. Wat moet je nou doen bij verschillende typen multidisciplinair gesprekken? Wat is er nou nodig als je antistollings case management goed gedaan worden? En al die syntheses die we gemaakt hebben, die werden weergegeven in allerlei infographics, videoclips, documenten, sociale media posts, om dat verspreiden op gang te krijgen. En je zou nu opnieuw kunnen denken, oh, dat is toch heel logisch, hup, allemaal aan het werk, platwalsen en uitrollen die handel, want dan wordt het Nederland veiliger van. Maar eigenlijk leert 72 ons dat dat eigenlijk zo niet werkt. Iedere context is uniek en iedere context heeft een eigen ecosysteem. En in 72 termen noemen we dat een complex adaptive system. En een complex adaptive system is eigenlijk zoiets dat iedere locatie, misschien wel ieder team, iedere afdeling, een eigen unieke context heeft. En dat bestaat voor een deel uit de structuren, zeg maar even oneerbiedig de hark, wie gaat waarover. Dat bestaat uit processen, hoe we met elkaar samenwerken. Dat bestaat ook uit een informeel netwerk. En Helen heeft vanochtend zo mooi uitgelegd hoe belangrijk dat informele netwerk is. En die verborgen dynamiek van dat informele netwerk leerden we ook, dat zijn taal die we spreken, manieren waarop we werken, omdat de buurman dat ook doet, vertelde Helen ons vanochtend. Afspraken die vastgelegd zijn, machtsstructuren, nou al die verborgen dynamieken. En we leren eigenlijk in 72 en in het tweede helft van Tijd voor Verbinding heel goed dat we goed moeten begrijpen wat de context is van dit inspirerende voorbeeld, zodat je na kunt denken hoe dat past in jouw andere unieke context. En dat vraagt dus ook, als je het over wil nemen, weer toepasbaar maken voor jouw unieke situatie. En dat is gewoon hard werk. En bij dat harde werk zijn zorgprofessionals echt ontzettend belangrijk en aan zet om daar een belangrijke bijdrage te leveren,
omdat juist zij als geen ander weten hoe die context in elkaar zit en wat er dan nodig is om dat weer te verspreiden en beter te doen. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een prachtig zorgpad van Rijnstaten Ziekenhuis voor diepverneuzen trombosebeen, die eigenlijk alleen maar werkt in een heel groot ziekenhuis wat een volume aan patiënten heeft. Maar waar we van zagen dat kleinere ziekenhuizen elementen uit dat mooie zorgpad gingen overnemen, zoals bijvoorbeeld het zien van patiënten de volgende dag in plaats van op de SCH. En dat roept voor mij als onderzoeker vervolgens de vraag op: welke contextvariabelen zijn nou eigenlijk zo ontzettend belangrijk dat we die met elkaar beter moeten delen? En ik moet u eerlijk zeggen, dat weet ik nog niet. En ik hoop komende maanden met de data die ik verzameld heb en Tijd voor Verbinding hier nog meer van te leren. Welke contextvariabelen moeten we toch ook ogenschijnlijk meenemen om goed te vertellen hoe we dat overnemen van die goede praktijken goed kunnen doen? Dus dat overnemen van elkaar, dat vraagt weer om bricoleren. Wetenschappers noemen dat transfereren in een lokale praktijk. En we hebben veel geleerd over hoe dat transfereren dan eigenlijk in elkaar zit. En zo leerden we. De vorm van het multidisciplinair gesprek, tussen zorgprofessionals onderling of juist met de patiënt, binnen de organisaties of juist in de keten, naast het werk of in het werk. We zien dat de randvoorwaarden en de valkuilen eigenlijk hetzelfde zijn. En bij dat aanpassen, zei ik net al, is die actieve betrokkenheid van die zorgprofessionals echt super cruciaal. En dat roept ook een volgende les op die ik geleerd heb, is dat we heel lang gezocht hebben naar werkzame bestanddelen, werkzame elementen. En ik eigenlijk, we hebben geleerd door Tijd voor Verbinding dat we veel meer aandacht moeten hebben voor werkzame mechanismen. Want als we die werkzame mechanismen begrijpen, dat is meer als een los element, dat is toch kijken hoe je dat doet, dan gaan we ook voorbij die ene vertaling van de ene plek naar de andere plek, maar dan gaan we echt met elkaar meters maken om de zorg veiliger te maken. En daar is ook wetenschappelijk gezien nog veel aan te doen. En als we die werkzame mechanismen scherp hebben, dan komen we dus ook voorbij deze ene verbetering. En deze ene verbetering die we na willen, betekent ook dat we van die ene transferering van ook dan weer met elkaar moeten stilstaan, reflecteren, leren en te proberen te stollen wat er in het systeem zit, wat we gedaan hebben om te snappen wat ons helpt om dit op een goede manier te doen. En die rol van die zorgprofessionals in dat transfereren is eigenlijk het derde thema waar ik met jullie de lessen over wil delen. We wilden graag ruimte geven aan zorgprofessionals om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor al die vraagstukken die we hebben en het verbeteren van die patiëntveiligheid. Een bottom-up programma dat vertrouwt op het vakmanschap van professionals en die vertrouwt dat zij niet alleen in staat zijn om de risico's te identificeren, maar daar ook over na te denken hoe je dat beter kan doen. En Helen heeft eigenlijk vanochtend ook zo mooi laten zien hoe belangrijk dat is dat we niet verandering opleggen aan mensen, maar verandering doen met mensen. En hoe doe je dat dan? En er is ook dan een belangrijke les eigenlijk impliciet te leren dat al die fouten die we maken en die risico's die er zitten in het systeem, dat we die ook moeten hebben om van te leren. En dat is misschien wel hartstikke contradictair aan wat we willen. Maar als er nooit meer fouten, nooit meer iets misgaat, stopt ook eigenlijk het leren. En juist dat leren is een onderdeel van dat werkzame mechanisme, waardoor mensen, ook als er verstoring komt, zich veerkrachtig gaan gedragen. Dus iemand die nooit mag leren en alleen maar aan het werk moet, ingestandardiseerd werk, die raakt kwijt hoe die zich veerkrachtig moet gedragen en eigenlijk zich buiten de lijntjes moet gaan kleuren om het goed te doen. En vooral dat leren en samen reflecteren in een multidisciplinair verband is ontzettend belangrijk. En dat zou wat mij betreft echt basishouding moeten worden in alle opleidingen voor zorgprofessionals om daar wat aan te doen. Helaas kan werkelijk leiden tot een focus op taken, regels en het zoeken naar simpele oplossingen voor een probleem. Het is veel makkelijker om een nieuwe regel te bedenken dan te kijken en een grondige analyse te doen. U zult niet, leidt echter vaker tot een reproductie van het probleem, maar dan in een ander jasje. En we leerden eigenlijk in Tijd voor Verbinding dat het ontzettend belangrijk is om dus echt te doorgronden wat er aan de hand is. Het is ontzettend makkelijk
om een nieuwe regel te bedenken of een quick win voor dit risico. Maar eigenlijk is die quick win, wat wij wetenschappers noemen, eerste orde leren. We lossen het probleem op wat voor onze voeten liggen. Maar wat we eigenlijk willen is dat professionals het zelf kunnen zien. Zelf kunnen interesseren en zelf met elkaar aan de slag gaan om dat te doen. Want alles bij de afdeling kwaliteit aangestuurd leggen, daar gaan we er niet komen. En dat vraagt dus ook dat we eigenlijk moeten gaan begrijpen hoe het werk zoals het gedaan wordt echt loopt in multidisciplinair verband. En in Safety 2 noemen we dat dan work as done. En niet de work as imagined zoals we denken dat het verloopt en vaak opgeschreven is in die standaardisering. Dus het helpt ons om met elkaar te reflecteren en te leren juist op die inconsistenties en daarmee ook te kijken naar dat verbeterpotentieel. Vooral ook omdat mensen soms zich er niet eens van bewust zijn wat een andere discipline doet. En ik herinner mij een ambassadeursbijeenkomst waar een verpleegkundige vertelde over wat zij allemaal deed om patiëntveiligheid op de SCH goed voor elkaar te krijgen. En de SCH-arts die aanwezig was zich omdraaide en zei, doe je dat allemaal? Wat goed, heb ik nooit geweten. Ja, daar kan ik ook wel een bijdrage aan leveren. We weten het niet eens. En we zien dat dat reflecteren en leren echt zo ontzettend belangrijk is om dat met elkaar te doen. Om juist die zorg voor die kwetsbare mensen in ons systeem, niet alleen de kwetsbare ouderen, maar ook de kwetsbare zwangeren of de kwetsbare volwassenen die in moeilijke omstandigheden zit. En we zien heel vaak dat dat vraagt om met elkaar in gesprek te gaan. Omdat juist dat reflecteren ook soms onthult wat we niet weten of wat we denken dat we doen. Archers en Schoen noemen dat dan zo mogelijk theory used en exposed theory. En dat is eigenlijk het verschil tussen wat je denkt dat je doet en wat er daadwerkelijk gebeurt. Dus we denken soms dat er wat gebeurt in organisaties, omdat een ander het wel doet. Maar we weten eigenlijk niet precies wat die ander doet. En we vertrouwen erop dat het allemaal wel goed komt. En vertragen met elkaar om echt de doos open te vouwen. En ons niet te laten verleiden om maar snel een oplossing te bedenken, is wat we echt moeten doen. En eigenlijk is dat ook soms een work as done en een work as imagined in ons eigen hoofd. We imaginen dat de andere het doet. En door met de ander te reflecteren en te praten in een multidisciplinair verband, hebben we geleerd, leer je echt te zien wat er gaande is in de praktijk. En daar hebben we soms te weinig tijd voor. En juist in zo'n methode als bijvoorbeeld learning team, een vorm van een multidisciplinair gesprek, zien we dat het lukt om die waardevolle perspectieven van alle disciplines op tafel te krijgen. En dat helpt dan om die verborgen praktijkvariatie en ook de slimmigheid die we hebben, en daarmee het verbeterpotentieel in de dagelijkse praktijk boten te leggen. En dat moeten we dan niet weer verworden tot iets als work is imagined, weer vastleggen. Nee, het gaat om die mensen waar het mee te maken heeft. En dat helpt dus ook niet alleen de problemen die voor je voeten liggen op te lossen, maar ook na te denken over hoe voorkom ik nou dat dit weer ontstaat? En wat kan ik leren van de oplossing die ik heb bedacht? En hoe kan ik nou wat ik hier heb gedaan ook weer elders toepassen? Dus hoe maakt het ons eigenlijk met z'n allen veel slimmer? En dat is dan eerste, tweede en derde orde leren bij elkaar ineen. En dat kan in een multidisciplinair gesprek. En vooral als we voldoende tijd nemen tussen uitpakken wat er gebeurt, begrijpen wat er gebeurt, en even de tijd nemen, letterlijk tijd tussen, om daarna weer in te stappen om met elkaar na te denken over nieuwe oplossingen. En veel van die multidisciplinaire methodes vragen eigenlijk om reflectie buiten het werk. En dat is eigenlijk best wel jammer, want we hebben heel veel multidisciplinaire ontmoetingen. Denk aan de MDO, denk aan de visite, denk aan de overdracht aan het einde van de dag, overleggende keten. We hebben het heel veel. En eigenlijk hebben we in Tijd voor Verbinding niet zo heel veel nog geleerd over hoe je nou dat in de dagelijkse praktijk doet als onderdeel van je werk. Dus we zien dat het vooral toch gebeurt naast het werk in apart belegde vergaderingen. En misschien is dat ook logisch, want we moeten die vaardigheid om dat te doen met elkaar nog heel erg leren. We moeten ook leren hoe je dat goed doet, hoe dat past in de verschillende organisaties en in de verschillende contexten. Maar het zou kunnen zijn dat als we die skills, die oefeningen, goed op de knieën, maar dat het ons steeds makkelijker lukt om dat ook gewoon on the spot te doen op het moment dat we visite lopen. En dat we dan met elkaar leren om op een andere manier toch te reflecteren en te oefenen. Maar dat structureel even vertragen met elkaar, dat wordt toch, merkten we in Tijd voor Verbinding, heel vaak gezien
als een extraatje. En als het druk is, is het verspilling van tijd. En dat is super jammer, want het is niet een verspilling van menskracht en zeker niet de dingen die we in de zorg doen. Het is eigenlijk super belangrijk, omdat we gezien hebben tijd voor verbinding en ook met het onderzoek kunnen aantonen. Het leidt tot meer energie, meer voldoening in je werk en een betere positionering van de meeste zorgprofessionals, verpleegkundigen voorop. En je ziet dus eigenlijk dat het jammer is dat wat we in de 72 termen etto-tetto-balans noemen, dat gaat over efficiëntie en grondigheid, wat toch heel vaak in de dagelijkse praktijk vooral richt op die efficiëntie. En dat we eigenlijk te weinig tijd en ruimte nemen om met elkaar echt te reflecteren en te leren. En dat is hartstikke jammer, want we hebben zoveel gefrustreerde en overbelaste zorgprofessionals in het systeem. En ook in het programma was dat in dat bottom-up karakter lastig. Want we zagen dat in die landelijke leer- en verbeternetwerken die we opgezet hadden, juist om actie voor elkaar te krijgen, niet meer alleen maar uitleggen wat 72 is, en mensen te verbinden en inspirerende voorbeelden uit te leggen, maar ook met elkaar echt die stap te maken en elkaar te helpen die stap te maken, dat we landelijke leren verbeternetwerken op gingen zetten. En eigenlijk was er daar ook wel een probleem bij, wat ik ook echt wel een les vind, is dat we eigenlijk geen zorgprofessionals bijna zagen. In die landelijke leren verbeternetwerken zagen we vooral kwaliteits- en veiligheidsadviseurs. En die zochten vooral naar nieuwe werkvormen, wilden geïnspireerd worden, wilden informatie hebben. En ja, dat was eigenlijk super jammer, want daardoor hadden we eigenlijk die zorgprofessionals waar eigenlijk we het voor deden niet aan tafel. En ja, we hebben van alles geprobeerd met kennissyntheses en ophalen hoe landelijke programma's, andere landelijke programma's dat deden en te kijken hoe dat je dat doet. Maar onze work as a merchant werkte eigenlijk niet. Dus we moesten eigenlijk met onszelf weer 72 gaan doen. En onze workers and merchants was, al die zorgprofessionals komen, die gaan we vertellen wat ze moeten doen. Die gaan in hun instelling heel hard aan de gang. En er waren er een aantal, hoor, laten we dat ook niet vergeten, maar het grootste deel waren andere mensen. En dat waren ook iedere keer andere mensen, dus dat hielp ook niet echt. En nou, wat hebben we toen eigenlijk geprobeerd te doen, is dat ook weer aan te pakken. Want eigenlijk is dit een super teleurstellend beeld van een bottom-up programma, laten we er wel wezen. En wat we geprobeerd hebben te doen met de 72-aanpak is eigenlijk te zeggen, onze work as done, al die zorgprofessionals, al die beleidsmedewerkers, kwaliteit die in de zaal zitten, hoe kunnen we die nou voor ons laten werken? Want in 72 probeer je te leren van die dagelijkse praktijk en wat goed is te versterken en wat al aanwezig is groot te maken. En wat kun je dan doen als die sterke interesse er is van de afdelingen kwaliteit en veiligheid? En wat nou als we die mensen eens niet zouden zien als een probleem, verkeerde mensen zitten aan tafel, maar zouden we zien als een kans? Wat leert het ons dan? En wat hebben we dan nodig? En we hebben eigenlijk geprobeerd te zien dat die afdelingen kwaliteit en veiligheid die massaal allemaal kwamen en geïnspireerd wilden worden en al die kennis weer naar hun ziekenhuis gingen brengen, dat we die moesten gaan zien als een soort ouderlingen. Klinkt een beetje oneerbiedig. Maar de gedachte van een dominee die ook niet alles alleen kan en een heleboel ouderlingen hebben. En wij dachten, als die mensen nou eens onze ouderlingen zijn, wat moeten we dan doen? En een van de dingen die we bijvoorbeeld gedaan hebben, is een multidisciplinair gesprekspel ontwikkeld. Omdat dan die mensen die dat speelden bij ons in het leren en verbeternetwerken, dan dat spel meenamen. En met dat spel in hun eigen organisatie konden gaan spelen. En konden uitleggen wat zijn nou de competenties die je nodig hebt om een goed multidisciplinair gesprek te voeren. En ook het belang te laten zien van het voeren van een goed multidisciplinair gesprek. En als u het nog niet gespeeld heeft, neem vooral een doos mee. Zoek een collega op die u even uitlegt hoe het werkt. En vooral welke feedback die geven. Hoe je dat op een goede manier doet. Dan gaan we echt de komende jaren nog meer aandacht hebben voor juist dat multidisciplinair gesprek. En dat samen leren en reflecteren. Een andere belangrijke les was, en eigenlijk eerlijk gezegd moet ik zeggen, die hebben we in tijd voor verbinding niet goed opgelost, is, en die zou ik zeker mee willen geven, ook aan toekomstige programma's, is dat we de middenmanagers niet hebben bereikt. En Els noemde dat zo mooi. Oh. Ik heb te laat geklikt, mijn schuld. We missen de longen en het hart.
De verandering stokt bij het middenrif en daardoor ademen we niet goed door. We hebben eigenlijk geleerd in Tijd voor Verbinding dat, en misschien was het voor een heleboel van u al lang bekend, maar middenmanagers zijn cruciaal in dit soort programma's. Zij ondersteunen zorgprofessionals met verbeterambities. Zij kunnen dat leren en reflecteren faciliteren in tijd en in ruimte. En zij kunnen vaak netwerken openstellen voor hun medewerkers, waardoor zij de kennis krijgen om dit goed te doen. Bijvoorbeeld de afdeling kwaliteit en veiligheid, communicatie aan te haken, dat soort. Zij zijn als geen ander in staat om te begrijpen wat de hulpbronnen zijn die je nodig hebt. En zij kunnen ook echt wel een sleutelrol spelen in het creëren van een psychologisch veilige omgeving. Ontzettend belangrijk voor het goed doen met elkaar van dat kwaliteit en veiligheid. En ook essentieel voor het experimenteren met op een andere manier. En eigenlijk het ontbreken van de rol van die middenmanagers, en eigenlijk ook vandaag weer, is volgens mij toch wel echt belangrijk voor volgende programma's om daar meer aandacht voor te hebben en daar beter op te sturen. Omdat zij eigenlijk de drager moeten zijn van die transformatie, ook op de lange duur. En we hebben gepraat met een aantal hele inspirerende managers, middenmanagers, werkplek managers, hoe je het maar noemen wil, die dit in hun organisatie al heel goed doen. We hebben gesproken met een middenmanager van de afdeling neurologie, toch een van de afdelingen waarin de meeste ziekenhuizen het echt moeilijk is om personeel voor te krijgen, die een wachtrij heeft van mensen die bij haar op de afdeling willen werken. Zij maken het verschil. En ik ben echt van overtuigd dat we die onvoldoende hebben bereikt met dit programma. Dus daar ligt nog werk voor ons allemaal. En daar zit ook nog een belangrijke vraag onder. Want in die paradigma shift en in die transformatie die we aan het maken zijn op een andere manier, zit ook een periode van transitiepijn. Pijn dat we niet precies weten hoe het zit. Pijn waarin we moeten uitzoeken hoe het werkt, waarin we met elkaar aan het puzzelen zijn, wat betekent dit dan? En die middenmanagers die spelen dus ook een belangrijke rol in het kunnen verdragen van die transitiepijn en met ons samen puzzelen. En dat brengt me op het vierde thema wat ik met u wil bespreken. En dat is het succes van het bouwen van netwerken, een van de Tijd voor Verbinding, onder Tijd voor Verbinding belangrijke kernwaardes. En die verbinding gebeurt op twee manieren. Door informatie te delen, zoals ik net al vertelde uit al die voorbeelden, en door het creëren van allerlei sociale relaties. En de netwerkverbouwers in Tijd voor Verbinding speelden daarin een cruciale rol. Zij stelden vragen die ik in het begin dus als manager bedrijfsvoering totaal niet begreep. Over waar ben je trots op, wat heb je nodig, wat zijn je behoeftes. En juist dat hielp om te zien, niet alleen welke kennis heb je nodig, maar ook welke kennissen heb je nodig. En zij zorgden voor de kennismakingen. Dus het gaat over kennis, kennissen en kennismakingen. En zij signaleerden daarmee ook waar eigenlijk thema's waren nog waar verdieping nodig was. Waar er in Nederland tekort aan kennis was. En die hebben ook geprobeerd met elkaar die kennis weer te maken en weer terug te geven aan het veld en te delen. En dat hebben we zeker ook de laatste maanden nog gedaan. Dus op de website van Tijd voor Verbinding staan nog een aantal prachtige kennis. We zetten het even op voor beleidsmedewerkers kwaliteit, waarin we Safety 2 en bijbehorende methodieken zoals Fram en RAG uitlegden. Deze netwerken droegen bij aan de verspreiding van Safety 2 en maakten het verschil voor de paradigma shift. En die dingen die hebben we dus vooral geprobeerd te delen. En die formele netwerken die waren dus heel belangrijk. Elon legde dat ook net in het filmpje uit. Over het verspreiden van die kennis over Safety 2 en die inspirerende voorbeelden en dingen die we leerden. En die kennissen en die kennismakingen die geregeld werden, die hielpen dus ook om te begrijpen wat moet er nu precies gebeuren. En eigenlijk als je een stabiel netwerk wil hebben, dan heb je eigenlijk een stabiele kern nodig. En ik zei net al, die kern die was er niet, want iedere keer hadden we andere mensen. En die kern die is nodig omdat we weten uit netwerkliteratuur dat het heel belangrijk is dat je cool attainment hebt, dat er repository is. Dus dat je wederkerigheid hebt, dat je met elkaar aan dezelfde doelen wil werken, dat je verenigd een stap maakt. En die vaste groep mensen die kregen we eigenlijk niet. Maar ook daar leerden we eigenlijk door heel precies te kijken naar die workers dom, dat we wel iets anders in handen hadden. En dat was eigenlijk super gaaf. We zagen dat er een community van mensen ontstond. Een community die elkaar ook buiten Tijd voor Verbinding ging ontmoeten. En dat vroeg ook steeds wel weer van Tijd voor Verbinding om iedere keer meer weer dat verhaal van wat is Safety 2 en het is niet alleen maar leren van de goede praktijken zo uit te leggen, maar het leidde toch ook soms tot teleurstelling bij deelnemers die wel terugkwamen, die dachten, jeetje, weer hetzelfde verhaal.
Maar wij zagen dat die community die ontstond, en die community kreeg een enorme boost met het ambassadeursnetwerk, dat eigenlijk maakte dat er in instellingen van alles op gang kwam. En dat kracht van dat type netwerken, wat meer een community is, maakt ook dat we mensen kunnen motiveren en mobiliseren om te werken. En de literatuur van social movements heeft ons daar heel erg bij geholpen. En ook daarvan staat de kennissynthese op de website, waarbij je eigenlijk daarnaar kunt kijken en kunt nadenken over hoe krijgen we nou virale verandering met elkaar vanuit die kernwaardes. En we zagen ook dat die virale verandering dus leidde tot allerlei nieuwe dingen die ontstonden, die we eigenlijk geen grip op hadden en die ook dus blijkbaar nu zomaar spontaan doorlopen. Het programma Tijd voor Verbinding stopt. En hoe moet het nu verder met die netwerken en die communities? En een belangrijke les was dat borgen niet een doel op zich is. We zijn lang op zoek geweest naar landingsplekken. Plekken waar het hele programma naartoe zou kunnen gaan. Maar dat is eigenlijk niet zo goed gelukt. En dat snap ik ook wel als onderzoeker, want als het er zou zijn, hadden we ermee samengewerkt. En als je het zomaar allemaal wil overnemen, dan zou je eigenlijk ontkennen wat de enorme expertise is die de mensen van Tijd voor Verbinding met elkaar hebben opgebouwd. Maar borgen is iets anders. Borgen is met elkaar afsluiten en is ook met elkaar doorgaan. Borgen is met elkaar aandacht geven aan de dingen doen groen. Borgen is daarmee ook echt een werkwoord. Borgen vraagt dat we met elkaar de schouders eronder blijven zetten. En met elkaar de focus houden op de impact die we willen maken. En dat is de zorg veiliger maken. En leren met elkaar. Samenvattend. Les 1. Geloof niet in de waarheid van cijfers. En misschien wel de schijnveiligheid van standaardisering. Reflecteer op de impact die je wil bereiken. En expliceer met elkaar de processen en de veronderstellingen die je hebt, zodat je kan leren van de dagelijkse praktijk, waarin het toch altijd anders gaat en mensen zich veerkrachtig moeten gedragen. En hiermee verschuiven we het paradigma van meten is weten naar meer met ongeveer. Les 2. Deel je inspirerende voorbeelden en deel niet alleen wat je hebt bereikt, maar ook naar hoe je dit bent gekomen, hoe je dat hebt bereikt en wat je dan doet. Transfereer die inspirerende voorbeelden van elkaar. Kijk naar jouw unieke situatie. Kijk wat er aandacht is aan die formele afspraken en verborgen dynamieken. Les 3. Maak inzichtelijk hoe die dagelijkse praktijk dan ook verloopt. Omdat dat helpt om de risico's te zien en ook te begrijpen wat we moeten doen om het beter te maken. Simpele oplossingen die problemen reproduceren, moeten we eigenlijk zien te voorkomen. En dat kan alleen maar door samen te reflecteren in en naast het werk en met collega's in multidisciplinair verband, maar ook met de patiënt. En vraag jouw manager om daar hulp bij en de afdeling kwaliteit en veiligheid verdiep je in de kennis om daarmee nodig te maken. En daarmee maken we een paradigma shift van workers done naar workers van workers and matching naar workers done. En les 4 is bouw aan formele en informele netwerken die dus zorgen voor die kennisoverdracht, kennismakingen en het krijgen van kennissen, omdat we daarmee de formele structuren en de informele structuren met elkaar gaan verbinden, waardoor vonken ontstaan die groter worden. Ik hoop dan ook dat we allemaal in onze daden de komende tijd laten zien dat Tijd voor Verbinding niet de vonk was, maar het programma een enorm vuur heeft aangestoken dat niet meer te blussen is. Ik ben dan ook niet meer verdrietig of moedeloos, maar ik heb eigenlijk best wel heel veel vertrouwen over hoe Safety 2 na Safety 1 ons gaat helpen om de zorg nog veiliger te maken. En ook dat er ruimte om te reflecteren en leren, het werk met elkaar leuker maken en dat we daardoor betere zorg krijgen. En dat reflecteren, dat is super nodig, want we moeten zorgen dat professionals meer zeggenschap krijgen om hun eigen passende zorgpraktijken vorm te geven en onderling af te stemmen wat zinvol en gepast gebruik is. Om zomaar een paar programma's te noemen waar we de komende jaren onze tanden in moeten zetten en waar we heel veel kunnen leren van inspirerende praktijken en de programma-aanpak die in Tijd voor Verbinding uitgezocht is. Dus, als je je weer eens moedeloos voelt, omdat het mis is gegaan. Als je burn-out voelt, in plaats van verbonden bij het kampvuur. Je voelt dat je vastzit in een structuur en een moeras met regels en afspraken. Je eigenlijk niet meer weet hoe je jouw complexe adaptive system goed moet doorgronden en verbeteren. Je niet de tijd voelt om met je collega's te reflecteren. Je zucht omdat anderen voor jou denken of denken het beter te weten. Dan is deze voor jou. We
We zijn inmiddels met een heel leger aan mensen. En ieder van ons, bij elkaar opgeteld, samen maken we het verschil. Het is een ode aan allen die zo hard gewerkt hebben in dit programma en nog doen. Mensen vaak die in de schaduw van de zorg zorgen voor de veiligheid, het goede aan het doen zijn. Zoals zoveel van ons geleerd hebben van Marius Buiting, voor heel veel mensen van ons de echte kwaliteitsmentor, die helaas vorige week van ons heen gegaan is. Dus voor alle 72-winnaars die geen erepodium hebben, maar vandaag hopelijk met mij samen op dit podium durven staan om de gedachtegoed van 72 verder te brengen in Nederland. Deze is voor jou, want je bent niet alleen. En we maken het met elkaar groter als we met elkaar de schouders eronder blijven zetten en borgen zien als een werk voort. Dankjewel. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Wat een lessen. Wat een enorme opbrengst. Dank aan alle mensen die mij daarbij hebben geholpen. Ja, dat mag gezegd zijn. Dat mag gezegd zijn. Dank, en je hebt nog prachtige beelden meegenomen. Die lopen nog eventjes door. Het programmateam wat er zo aan heeft gewerkt. Met alle mensen met wie je samen hebt gewerkt. En die lessen. Dus je begon overigens met die vermijdbare sterfgevallen. Is dat eigenlijk al minder? Dat weten we niet. Dat gaan we volgend jaar zien, want dan gaan we in ieder geval het onderzoek opnieuw herhalen. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja, nou ja, als wetenschapper kun je ook zeggen, we hebben nog korter opnameduur gekregen in Nederland. Nog meer ingewikkelde oude mensen met kwetsbaarheid. Dus ja. Misschien zijn we niet helemaal achteruit gegaan, maar als we het maar hetzelfde hebben gehouden, dan ben ik al heel erg tevreden. Ja, waarvan akte. Ik ga je enorm bedanken. Met een enorm applaus, Annemarie Wegelaar. Ja. En houdt u de handen op elkaar. Annemiek, kom erbij. Annemiek Schoenmaker. Ja, Annemiek. Ja, ja. Oh, wauw. Wat moet dat een cadeau zijn om dan die presentatie te krijgen met heel veel mooie beelden. En dat is 4 jaar werk wat je bij elkaar haalt. Ja, even een, zullen we maar zeggen, korte samenvatting. Niet waar? Nou ja, maar je mag ook wel na 4 jaar dat het staat. Ja. Ja, lijkt me dunkt. Ja, maar goed, het staat niet alleen, hè. Het vliegt echt door. Dus dat is de belangrijkste boodschap. Ja. En er zijn er nog veel meer geweest vandaag van die belangrijke boodschappen. We hebben vanmiddag ook erg veel geleerd van de ervaringsdeskundigen. Ja. En ik heb ooit eens Guus van Montfoort met zijn model, je hebt de zorgverzekeraar, je hebt de beleidsmaker en je hebt de patiënt. Dat was het begin van mijn studie. Ja. Maar er is een nieuwe driehoek. De patiënt, ervaringsdeskundigen en naasten. Waarvan akte? En de professional. Juist. Dat is de kern van de driehoek. Ja, ja. En daar zit geen weerstand. Want weerstand, hebben we vandaag geleerd, ook van Helen Bevan, is de uitkomst van een niet goed georganiseerd proces. En dat betekent gewoon dat je niet de juiste mensen op het juiste moment, vanaf moment nul, betrekt. Ik heb zo nog één laatste vraag aan jou, want wij hebben nog 5 minuutjes om af te ronden. Want we hebben tot 5 uur op de klok staan, maar we willen toch die afronding met elkaar eventjes doen. Maar ik ga maar een klein beetje stout zijn met ja? je. Ja, voordat ja. ik die vraag stel, denk ik dat het goed is. En dan spreek ik ook wel namens Annemarie, die ook eindigde met deze is voor en deze is voor en deze is voor al die partijen en mensen en instituties die betrokken zijn. Er zijn ook collega's van jou, afgelopen 4 jaar, zo'n 20, 25 mensen komen en gaan. Ze heel vast team geweest wat gewerkt heeft aan Tijd voor Verbinding en die uiteindelijk het ook voor elkaar heeft gekregen om alles te verbinden en in het werkveld aan de slag te gaan. En er zitten heel veel mensen tussen die niet op dit podium staan, die we wel net in de filmpjes hebben gezien. Sommige mensen die gewoon 4 jaar achter een scherm of een telefoon hebben gezeten en zeggen, Maarten, ik niet op dat podium. Dat hoeft ook niet, maar als er één moment is om dat team, wat jij de laatste 2 jaar geleid hebt, nog een applaus te geven, dan is dat wel dit moment. Dus, ja. Lijkt me wel. Dan tot slot. We vliegen verder. Zeker. Hoe vliegt het verder? Ja, ik denk dat we daar een vogel voor moeten bedenken. Ja. En het gaat vooral over je eigen bijdrage en je eigen beïnvloedingssfeer. En die is met vandaag en alles wat jullie hebben gehoord, als het goed is, enorm vergroot. En die hebben kracht gegeven.
Dus laten we dat symboliseren. Ja. Het vogel is al de hele dag het thema. Dus dat willen we dan met elkaar doen. Pak onder je stoel eventjes deze vogel. Klein beetje zaallicht erbij, jongens. Daar worden we blij van. En een pen. En voordat we gaan vouwen, mag je twee dingen opschrijven. Namelijk, door mij vliegt patiëntveiligheid verder omdat. Geef ons eens een steekwoord of een zin. Geef eventjes die invulling aan. Ja, dit is de manier waarop ik ga bijdragen. Zet je naam er ook eventjes op. Dus schrijf eventjes op schoot. En we gaan ze straks ook laten vliegen. Dus als je nou je e-mailadres erop zet, dan vindt iemand anders straks jouw vogel. En die stuurt jou volgende week nog een klein mailtje met, hey, we hebben weer een nieuwe verbinding gemaakt. Of zet je LinkedIn-adres erop, of je Twitter-account, of je huisadres. Nou, kijk maar. Dus in ieder geval je naam en je contactgegevens. En dan ook eventjes erbij, door mij vliegt patiëntveiligheid verder omdat. Dus dat is even opdracht 1. Daar hebben we even 30 seconden voor. En daarna gaan we vouwen met elkaar. Ja. Ik was hier vanochtend om 6 uur om mijn origami skills te oefenen. Heb je je kinderen er niet bij gebruikt? Ik heb gisteren mijn kinderen aan het werk gezet. Ja, dat is zeker. Dus schrijf even naam en gegevens erop. En ik zie mensen nog schrijven, dus ik wacht even met vouwen, want dan kunt u collectief met mij meedoen. Sommige mensen zeggen, ik leer zelf, dus ik kan dit, ik volg de nummers. Maar u mag ook zeggen van Maarten, vind ik lekker, ik neem mij aan de hand. Dan doen we dat collectief, dat vind ik lekker. Ik kijk, oké, nou, daar is geschreven, daar gaan we dan, jongens. We kijken eerst naar de 1 en we vouwen de 1 met het tijd voor verbinding naar buiten. Vouwen we de 1, vouwen we gewoon netjes zo, hoppakee. Dat is stap 1. Dan heb ik dus dit. Ja? Dan doen we hem weer open. Ja? En dan vouwen we de 2. Dus dan gaan we hem weer, gaan we de andere punten naar elkaar toe brengen. Waaronder de punt met het snaveltje. Beetje gedoe. Brengen we naar elkaar toe. Hup. En dan vouwen we de 2. Zo, hoppakee. Ja, dan hebben we weer een driehoek. Dus we hebben de 1 gevouwen, open en dan de 2. En dan gaan we de 3 doen. Als je hem open doet, zie je hier de stippellijn van de 3. En dan ga je de stippellijn aan de buitenkant doen. En dan vouw je de 3-lijn op deze manier. Hoppakee. En dan krijg je dus dit. Ja? Vervolgens pakken we de 1 weer terug. En dan gaan we de vouw van de 1 gebruiken. En dan begint het al langzaam een vogel te worden. Want dan ga je de 1 weer dichtvouwen. Ja? Dus na de 3, dat je de 3 hebt omgeklapt, vouw je de 1 weer dicht. En dan kun je even aan de binnenkant kijken waar de 5 lijntjes zitten. Die zitten hier. Aan de binnenkant zitten de 5 lijntjes. Dan pak je het 5 lijntje en dan vouw je de vleugels naar buiten toe. Op deze manier. Eerst de ene kant en dan de andere kant. En dan zijn de vleugels naar buiten gevouwen en heeft u een vogel. En anders heeft hij maar geen vleugels. Maar is het gelukt? Toch? Nou. Mooi. Leuk. Goed zo. Nu heeft u een vogel. Ja, het is gelukt toch? Eerst de 1. Open, dan de 2, dan de 3. Dan de 1 weer dicht. Houdt u ze omhoog als het gelukt is als u een vogel heeft. Kijk eens even. Jij hebt ook cursussen voor, als hè? Finale van deze dag gaat u er eens even bij staan met uw vogel in de lucht. Want vogels moeten vliegen. Dan gaan wij naar de afronding toe. Gaat u er eens even bij staan, dames en heren, ja. Dan doen we het als volgt. Ik tel straks af. Dan laten we onze vogels vliegen. Nadat we die vogels hebben laten vliegen, wil ik heel graag een applaus voor iedereen die gewerkt heeft aan deze dag en de afgelopen 4 jaar zich hiervoor heeft ingezet. En een aanmoedigingsapplaus voor de continuïteit van alles wat Tijd voor Verbinding heeft gedaan. Ja, maar vooral ook voor het veld en de experts in het veld. En als u dan, als dan de vogel gevlogen is en u heeft geklapt, dan pakt u een andere vogel op. Die steekt u in uw binnenzak of in uw handtas. En die stuurt u morgen of uiterlijk na het weekend een berichtje met, hey, u bent mijn nieuwe verbinding. Ja. Klaar voor? Hij vliegt niet heel ver, dus doe even uw best. Bent u er klaar voor? Gaan we aftellen, ja? 3, 2, 1, vliegen! Pakt u een vogel op, pakt u een vogel op. Ja. Pakt u een vogel op. En dankjewel, Maarten! Rare vogel is dit, hè?
Dankjewel. I just had to try.